Hallo mensen, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Overleven met Vincent en Roby en Vincent en Roby. En Erik en Vincent. In deze aflevering gaan we weer wat vets doen, maar dat zien we wel weer na het intro. Dus even doorbijten jongens. Daar komt ie! Ik sluit hem op. Samen overleven met Roby en Vincent. Roby, heb je een hernia? Nee, maar je stond zo gebukt bij me. Nee, ga weg. Oh, die bloemetjes. Kom maar met die bloemetjes. Kom maar. Nee. Nee, die moet je bij het balkon, bij de bomen. Kom eens. Hoeveel heb je er? Oh, geef nou even, Roby. Kom op. Wacht even. Geef eens. Oké. Okay. Ik heb een goede zeg plek. Zeg de magische woorden. Mag ik alsjeblieft dit ding? Nee! Wat komt hier naar mij? Ja, omdat ik lief ben. Ik ben zijn familie. En jij hebt een ik wil zombie op je kleding. Kijk maar, op je kledingstuk staat een zombiehoofd. Zie je het? Oh, ja, ben je ook. Dus heb ik hem ook aan? Oh ja, shit. Nee, ik dacht van, oh, ik wacht tot hij jou aanvalt. Ja. Maar toen viel hij mij aan. Nee, toen viel hij jou aan, ja. Godverdomme. Hoor. Kut. Dinkie. Shit. Wat? Nee, niks. Komt goed. Aan een viespeuk. Oh, ik ben even aan het mooi maken. Doe een broek aan, viespeuk. Wat doe een broek aan? Jij maakt geen broek voor mij. Oh my god. Wat? Nee. Krijg ik weer de schuld? Ja. Waarom? Pinky. Doe helemaal niks. Geen maar de beesten eten geven. Stervende honger. Kijk hoe dun die koeien zijn. Hoe mager. Geef niet eens te eten jij. Oh, lievertjes. Oh. Voor jezelf aan de beesten. Lievertjes toch. Krijg je niks te eten van oma Roby. Oh. Schatties. Hey, het is oma Irma, hè? Nee, oma Irma is er niet. We moeten nou met oma Roby doen. Oh, Shatties, je staat in de weg. Oh, hier is volgens mij iemand doodgegaan of zo. Shatties, je staat in de weg. Opzouten. Ja, ga nou weg, jongens. Ja, zo kan ik je niks plaatsen. Kom, weg. Weg. Kippen. Waarom staan die kippen in de weg? Ja, die is dood. Weg, meiden. Clarabel, weg. 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 Ik zweer het. Waarom gaan ze allemaal in die hoek? Stomme beesten. Oké, plaatsen daar. Daar. Ik wil niet veel zeggen, maar hier ligt echt een hoopje met spullen. Ja, maar je zegt al wel te veel hoor. Je wil niet veel zeggen, maar je zegt nou al te veel. Roby! Ga dood! Hij is dood. Sorry, ik deed even een imitatie van een hele rare Tarzan. Blok. Oké. Okay. Okay. Is er een kip ontsnapt? Kipje! Zo. Ik deed niks. Ik deed hem niet vermoorden of zo. Here comes the sun. Here comes the sun. Oké. Okay. Ik ben wat groen aan het toevoegen bij ons. En dat ziet er veel leuker uit. Oké, ik was bezig met het schuurtje. En het schuurtje gaan we planten hier zo. Want we willen een opslagcabine, opslagschuurtje om het zo te noemen. En dat opslagschuurtje gaan we hier aan de zijkant bouwen. Je gaat namelijk met het pad naar het schuurtje. Dus wat ik dan voorstel is dat we hier een soort van schuur maken met oakwood. Dat leek me wel grappig. Schuurtje volledig van hout. Dat leek me fantastisch mooi. En dan 1, ja, 2, 3... Van hout, dan... hè? Wat zeg je? We hebben nog niks van hout. Droog. Nee, we hebben nog niks van hout. Maar dat was omdat mevrouw een keuze wou met dat... Nee, helemaal niet. No, we gaan dat nog veranderen, jongens. Het wordt niet alleen maar hout. Maar het schuur moet... Een schuur kan niet anders dan van hout, Roby. Nee. Ja, het kan wel, maar we hebben het materiaal gewoon niet, want we zijn nog noobs.
Don't worry, zeg ik dan. Here comes the sun. Oké, hier plaatsen we dus wat hout. En zoals Robbie inderdaad zei, we hebben niet echt veel bijzondere materialen. Echt hè? Maar gaan naar de Nether en gaan we wat van dat kwarts halen. Oh ja, dat doe ik wel even. Ik haat de Nether, Roy. Als er één iemand naar de Nether. Ja, waarom heb je hem gemaakt dan? Stomme portal. Vindt ze een stomme portal? Voor mij mag die lekker wegblijven hoor. Nou. Vind je niet? Komen de zombie pinguïn gezellig op bezoek? Oh, gezellig. Laat me lekker wegblijven hoor, die gasten. En ik vind dat deze aflevering gewoon eens wat langer mag. Vind je niet, Roy? Mag. Ja, toch een iets langere aflevering. Erik, hoe gaat het met jou? Ja, goed hoor. Ja? Oh. Wat ben je lekker aan het doen? Ja, ik ben op jacht. Op jacht? En waar nou kom maar, ben jij op zoek? Kom maar. Er zitten geen beren in Minecraft. De enige beren die... Oh, je hebt een dier. Kom maar. Oh, dat is te hoog, jongen. Heb je een dier gevangen? Ja, oké, moeten we daar een nieuw hok voor maken? Of heb je een... Ja, misschien iets van een stal of zo. Oké, want je weet dat wij twee stallen hebben, hè? Ja, ja. Ik ben onderweg naar jullie toe, maar wacht maar af. Ga maar gewoon... Nou ja, ik wil wat gaas maken voor je. Vraag Roy even of ze mee wil helpen. Roy, kan je fence hacken? Oh nee, ik heb nog fences. Mooi, dan gaan we even... Nee, doe maar lekker zelf. Ja, nou, was je gereden ook? Nee. Heel mijn dingen zitten vol. Ik kom als chat een beetje vol. Oh, je kan je een shop meenemen? Een schopje? Voor je uit te gaan voor de stallen. Want Erik komt met iets heel bijzonders, hoor ik zo net. Oh, dit is echt... wow. Déjà vu. Wat is er, aapje? Wat is er, aapje? Dit is echt precies de stal als in Feed the Beast. Meen je dit? Ja, toch? Nee, anders. Anders. Oh, precies. Nee, anders. Precies. Anders. Precies. Ja, maar ook weer een beetje anders hoor. Roy, kom eens hier. Precies het van. Shit. En dan probeert hij nog zo erg om het niet te doen. Sst. Domme. Oeh. Laat ik het niet merken. Robby, hier, heb je hekjes? Oh, hier, nee. Kan je die pakken hier? Oh ja, maar ik heb ze gedropt voor je. Nee. Oh, ik heb ook mijn eigen dingen. Sorry hoor. Ga maar lekker zelf aan de farm. Heb je glas voor mij, Robby? Zou je dat glas plaatsen in dat schuurtje? Zou je dat willen doen? Weet ik niet. Ja, nou ja, ik vraag het. Als je het niet wilt doen, dan doe ik het zelf. Waar maak ik spinnenzooi, spinnenogen? Ja. Spinnenogen. Of moet het een groot hokje zijn, Erik? Ja, als daar een galoppert in kan, een beetje rond kan lopen dan. Echt? Heb je serieus een paard? Heb je een paard? Oh, je hebt zadels, zeg je. Ik heb zadels gevangen nee, met een hengel. Pinky. Oh my god, serieus? Ja. Oh, dat is echt briljant, joh. En wat voor kleur heeft hij? Toch niet met vlekjes. Toch geen witte vlekjes, hè? Ik was even afstappen. Is hij zwart met witte vlekjes? Ja, hij is bruin met witte vlekjes. Dan is het niet onze verschrikkelijke pony. Die mij, Oh. Oké, ik ben een plekje aan het maken. Even kijken, hoor. Oh, we hebben ook, dat gaat daar. Oké, de fanshackjes worden uitgebreid. Roy, we kunnen dadelijk de dingen een beetje de farm gaan uitbreiden. Ik moet sowieso wat eten, zie ik nu. Oh jee, nu heb ik wat opgepakt wat ik niet wou. Stomme pijlen. Zo. En ik vind het echt een hele mooie farm worden, als ik eerlijk ben. Alhoewel, ik heb... ik heb ook een stukje steen waar die op kan lopen. Ik weet niet of die hoefjes aan heb. Ja, dat is heeft hij wel. Hoefjes aan hebben? Nou ja, hoefjes. Dan loopt hij niet. Anders loopt hij op die steen loopt hij niet lekker, denk ik. Ook weer zielig, ja, inderdaad. Beetje hard voor zijn pootjes. Oké. En als we nou later nog een paard. Ik weet niet of een paard ook kan paren.
Ook met oh, dat kunnen ze? Ja, mij dat kunnen wel, ze, ja. Ik kan inderdaad babypaarsjes hebben. Die paren moeten we uitkijken inderdaad. Kunnen ze over een hekje inspringen? Over een fence springen? Ik weet het niet of ze dat kunnen. Hallo, ga eens onder die boom vandaan. Kom. Oh, je hoort ook... Dat is echt die lieve, van die lieverd daar weer. Oké, ik heb een... ik ben een groot stukje aan het maken. Zo. Waar heb je dat infinite water nou weggedaan? Oh ja, daar komt een schuur, maar dat... heb je dat nu nodig dan? Ja, best wel. Oh, serieus? Ja, gewoon water, weet je. Ik ga... Hallo, heb je dorst? Heb je dorst? Nee, ik ga vissen. Hallo. Spring maar hierop. Oh, ik ben ook een paard. Wow, rustig, wacht even. Moeten we even afzetten. Ja, even afzetten daar. Ik heb nog 2 hekjes. Gewoon net niet genoeg voor dat stuk, shit. Heb je ook wood nodig, of niet? Nee, even kijken hoor. Ik maak je wel verdurt. En dan maak ik het wel verhoog. Kijk, zo, alsjeblieft. Ik heb een dingetje gemaakt. Zo, dan kan die hier... Dan ga ik er vanaf. Zo. Hallo. Wie was dat? Er zitten te veel mensen wel. Zo, kan het zadel er weer vanaf, jongens? Ja hoor. Lief. Oh. Zo, er lopen echt heel veel mensen hier. Blote hand moet je hebben, Erik. Oh ja, ja, dat was waar, ja. Je hebt eieren in je hand. Oh. Nee. Kijk, voor de mensen die dit hebben verstaan, plaats even onder in de comments. Wat? Achter je, draai je om. Oh nee. Puffyfish. Wat kan je ermee? Weet ik niet. Ja, ik kan hem niet oppakken, Roy. Hij is wel cute. Wacht even. Wat kan je ermee doen dan? Kunnen we hem uit de frame plaatsen als behang? Doen we hem, omdat jij hem hebt gevangen, Roy, doen we een uit de frame. Hoe maak je die ook weer? Item frames? Van wol? Weet ik niet. Erik, weet jij het van? Wol ladder? Item. Ja, dat zou wel kunnen. Volgens mij iets van. Stokjes en dan ladder in het midden. Oh, je ziet. Vis is nu wel echt easier hoor. Ja? Is beter geworden. Ja, joh. Je ziet echt wanneer er een vis naar je haak toe zwemt. En met die bubbeltjes. Oh ja, klopt ja, dat heb ik gehoord ja. Kijk nou, in mijn nieuwe schuur staan allemaal van die fucking... Van die zombies weer. Oh. Vreselijk. Oké, wat we nu gaan doen is... Plop, plop, doei. En... Jij bent de Sjaak en jij bent de Sjaak, want je gaat nu in de vuur en je bent de Sjaak. En nu ga je dood, maar dat is je eigen schuld, daarom dikke belt. Dus... Schiet niet met je pijl en boog, midden in mijn neus en midden in mijn oog. Schiet niet met mijn mond en niet in mijn kont, want dat is niet gezond. De zombies komen achter me aan, dan gaan we het huisje, ik zie hem al staan. Loop niet door de wortelveld, want dan word je ongesteld. La 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 la. Kom mij niet aandringen, want dan ga ik niet meer zingen. Kom maar niet naar binnen, want dat vindt Roby niet goed. Ga weg! En Roby is een grote stinkap. Sorry, ik stop al. Dank je. Nou. Oh, al zou ik om mijn knieën gaan en speciaal een liedje zingen voor Roby, zou nog niet goed zijn. Echt zo van, dan is het voor het tweede couplet voorbij en dan is het nog niet klaar. Is het nou nog niet gebeurd? Kan ik al de watjes uit mijn oren halen of niet, Roy Vincent? Kan ik al de watjes uit mijn oren halen dan? Ik ben nou een beetje zat. Met dat gezeik van je dat deed. Asociaal. De experience bolletjes vliegen rond. Ja. Erik, echt joh. Wat hebben we ook? Wat dan? What happened? Cheater. Oh, wat is dit? Oh, heks. Dat moet sowieso heksen zijn. Nee, nee, zit hij hier weer? Zit hij weer een witch? Weer een witch? Witch, ja? Nee. Nou, gevangen. Dit. Roy, Kushi. Wat is het? Nou, ik... Oh, I give up. Kushi.
Geef je het nou al op? Ja, ga weg. Oh, een zombie met armor, gold armor. Kijk of die dropt. Probably. Nee, helemaal niks. Maar waar gaat dat dan over? Wat ja, wat is deze? Wat is deze man? Wauw. Oh, dan kunnen die zombies niet even opzouten dan. Ik heb een nametag gevangen. Oh. Echt? Ja. Je krijgt al die goede spullen shit, krijg jij. Oh, dan kan je je paard noemen. Oh. Noem hem Camilla. Waarom? Dat weet ik niet, dat is een paardennaam. Je weet dat een meisje type voor Camilla heet, hè? Nou, oh, dat is toevallig. Nee, dat is echt toevallig. Dat is gewoon heel toevallig. Nee. Dat is gewoon toevallig, Roy. Camilla. Camilla T. Ze loopt de hele tijd langs, dus dan zie je waarschijnlijk de naam dan. Nee, hey. Helemaal niet. Ik heb haar helemaal niet meer gezien. Ze is bang voor me. Zo. Of hebben ze een anvil nodig dan? Wil je dan maken? Oh, shit, ja. Ja, joh. Oh, Roy, er zitten enge mensen op onze farm. Nee, dat is Erik. Oh, oké. Okay. Dat ben ik maar, rustig. Ik oh. En deze schuur, jongens, dit wordt de schuur van ome Willem. En dat ga ik ook noemen, hè, zo. De schuur van ome Willem. Oh, de schuur van ome Willem. Oh, dat is een goede naam. Oké. Okay. Okay. Ik heb een achievement, terwijl ik al superveel enchanting tables heb gemaakt. Hij heeft een bloem... Enchanting tables? Nou. Die zombie, die heeft een plantje gepakt vanaf de grond. Oh, dat heeft hij in zijn handen dan. Ja, wat cute. Oh. Dat is zo schattig. Ik was zo... Mevrouw Schatter. Oh, wat schattig. Wat een schatje. Alright. Zo, Bomiel. Bomiel even verspillen hier. Zo. Bomiel kunnen we even op... even kijken, zijn er een paar worteltjes al bijna uitgebloeid? Hier nog een paar. En even kijken, daar nog twee. Zo, daar nog wat, daar nog wat. Ik verspil altijd de Bomiel. Verspil ik altijd op het land, zeg maar. Doe ik altijd expres. Want dan worden de worteltjes sneller gegroeid en dan kunnen we sneller uitbreiden. Is dat slim of niet? Mm. Ja. Ja, want we hebben al best wel veel wortels nu. Echt bizar, hè? Erik, je had een chest geplaatst vanmiddag, zag ik. Ja. En op je kamer. En die is met een magic spel gelokt. Dus okay. Misschien zou je mij even als vriend moeten toevoegen of zo. Had ik dat nog niet gedaan dan? Weet ik niet. Ik denk het niet. Ik had jou als ad dinges gedaan, ja. Nou, wij kunnen sowieso in de chest, omdat wij altijd... Jij wel, ik niet zijn. Bro. Ik heb geen admin. Nee, dat weet ik. Dan zou je mij even moeten opgeven, Roy. Je kan mij ook opgeven. / op, spatie mijn naam. Dan zou ik in principe ook dat op Lobelet kunnen plaatsen dadelijk. Oh, moet ik ook echt met hoofdletters, denk ik? Want... Ja, denk het wel, ja. Oké, hier gaan we cobblestone. Zeg eens iets of zo? Wat zeg je? Zeg eens iets. Ja, ik zie het al opt. Ja, ik zie al opt. Dankjewel. Welkom. Oké, ik ga eerst wat spullen droppen in onze chest, want ik heb echt heel mijn dingen zit vol. Overige troep, daar komen wel wat dingen bij. Kijk hoor, daar heb ik wat eten, die gaat daar zo in. Dan heb ik een dirt chest. Even kijken, dirt chest. Oh, ja, je had die scharen nodig, hè? Ik had ze gevonden, want die zaten in die kist waar je dus niet in kon. Probeer, als je ja. Belieft. Ik gooi hem naar je toe. Hij ligt achter je. Wat heb je gemaakt? Een? Wat een schaar. Oh, dankjewel. Super. Een schaar. Doe ik hem gelijk bij waardevolle spullen even, ja? Yes. Tof, dankjewel. Heel makkelijk. En er zitten ook itemframes. Moeten even kijken, jongens. Itemframes. Ja, dat is echt heel cool als we dat weten. Ik ga eens eventjes gluren. Ga je anders even gluren? Ja, ik ga denk ik even gluren. Oh, iemand heeft glasplanes gemaakt. Ja, dat heb ik gedaan. Dan ga ik dat gewoon doen van die glas. Dan krijg je er meer uit, zeg maar. Ja, klopt. Dan doe ik dat gewoon voor dat gebouw gebruiken. Oh, je hebt dat gedaan al. Oh, tof.
Ja, dan ga ik dat ook gebruiken. Super, helemaal tof. Veel beter. Oh, zo. Maak je dat zo... simpel. Alright. Item frames gaan we zo maken. Kan je Tokjes? Het al maken? Ja, met ja, leather, ja. Dat kunnen we... Nee. Hout. 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 Oh, dat had ik zelf ook nog. Oké. Okay. Hebben we ergens nog leer? Iets? Ja, leer. En... Waar is? Waar? Tokjes. Nee, we hebben geen leer. Nee? Nee, hoor. Leather? Nee. Dan, moeten we, dan moet je dan die afslachten. Dan moet je die koe afslachten. Maar dan moet ja, je wel dan eerst even ik... meer... Nou, het laatste parel. Ja, ik was er net van plan dat ik wil opleren voor een item-frame. Want dan kunnen we, die, dan kunnen we dat, dat vogeltje... Leer, dat... in het, leer in het midden omringd door stokken, dan heb je item-frame. Serieus? Klopt. Yep. Leuk. Leuk bedacht, hè? Jullie zitten weer aan het vissen daar zo? Nee, ik niet. Nou, we hebben drie baby's nu. Je hebt drie baby's. Nou, afslachten die handel, daar heb je drie item-frames. Zonde. Nee, nee, nee. Zonde. Doe toch niet met Camilla? Nee, je kan Camilla, hey. Nee, je kan Camilla nee. niet doodmaken. Dat is een zonde. Nee. Nee. Maar dan krijg je ook leer uit. Ja, ik zou ze jou leren... Jou zelf slachten. Oh, een leren uit. Nou. Ik zou je lesje leren. Oh, tudent. Zo, vis. Elke koes is weer met appelmoes. Hier, makkelijk joh. Ik ben wel bomen aan het omkappen, want ik had ook nodig, snap je? Ik had ook wood. Ik had ook wood nodig. Ja jongens, een extra lange aflevering dit keer, dus jullie hebben geluk. Heerlijk, even gek doen, even gek. Zo. Ja, we zouden in principe niet afleveringen... Niet zo gek doen hoor. Nee, nee, ik zal me inhouden, Roy. Als jij zegt van, nou het zit erop. Het lot ligt in jouw handen, Roy. In mijn hand? Nee, maar... Ja? Ja, in jou? Omdat... Ja. Oh, dat heb ik zo gezegd. Zo gezegd, okay. Zo gedaan. Zo gezegd, zo gedaan. Naar hazen. Naar hazen. Elke sjoes houdt weer van appelmoes. Wat vangen we nou? Ja. Oh, niks. Echt. Hebben we nog wat woed, jongens? Nee, dan moet ik toch even een paar... Ik heb voet. Oh ja, maar ja, je hebt ook een ding vol voet, hè? Ja. Oh, heerlijke bemoei al. Je vroeg naar voet. Nee, was er lief van je? Nee, nee. Dit wordt... Wordt weer niet gewaardeerd, hoor. Wat je... Wat? Hier gaat een glas in. Even kijken, hoor. Nou, ik ga natuurlijk de chesten maken. Dat moeten we aan woed doen. Even kijken hoor. Ik ga even onderhandelen. Iemand wil eieren kopen. Ik denk toch wel dat we een keer in de aflevering naar de Nether. Ja, natuurlijk gaan we dat doen. Zeker weten. We doen ze. Volgens mij wil Robbie naar de Nether toe. Maar dan kan je wel lampen halen. Ja, daarom ook. En kwartsblok hebben we. Ja. Dat mooi. Oké, we gaan onderhandelen. 3 Nether voor 20 eieren. Dan kunnen we onze koeien besparen. Precies. En het paard. Wat Roy zo graag kapot wil maken. Even de koe killen. Ja, echt. Ja. Wat? Geen ladder? Nou, geen eieren. Jammer, joh. Sowieso. Wie wilt het? 100 diamond. Stel, Ricky. 2 diamond. Ja, is goed. Is goed. Ik vind het goed. Voor 20 eieren. Oh, hij heeft een laddertje. Zo. Oh, geen hallo. Ah, hallo. Ik ben even aan het wandelen, jongens. Hoeveel eieren wil je? I'm news. Ik ben even aan het wachten op zijn reactie. Oh, hij is weg. Oh. Nee. I'm news. Oh, hij gaat even halen. Hij gaat even halen. Hij gaat even halen. Meiden, je hebt goed je best gedaan. Kijk eens hoe... We gaan lekker rijk worden met z'n allen, meiden. Goed zo. Goed je best. Ja, jij ook, Clarabel. Clarabel staat hier.
Clarabelle, dat is een koeienaam. Clarabelle? Ja, Clarabelle staat hier. Ik kijk er ook naar de koe. Hallo koe. Oh. En de meiden willen wat zaad hebben. Ik heb trouwens wat leather, nou. Dus ik ga dadelijk... Wat is er dan nog? Kijk al die kippen. Ja, ze vinden me lief. Ik ben hun enige boer, hè? Hoor ze trippelen. Ja, echt, hè? Hoeveel nieuws? Nieuws drop diamond, serieus. Hoeveel heeft hij gedropt? Oh, 10, serieus? Hoeveel eieren wil hij? 20. Erik, ik heb een cadeautje voor je. Oh. Waar ben je? 2 cadeau. Ja, ik ga niet op de wc kijken hoor. Nou, Romy, we hebben 10 diamond van hem gekregen. Oh, ik heb een pufferfish. Oh. Hallo. Alsjeblieft. Is dat... Oké, 16. Oh. Wauw. Oh, gaaf. Dankjewel. Hoe kom je daaraan? Van Nina. Oh. Nou, kom door, persen mij. Ik zat even op je paard, dus ik denk dat ze dacht dat het paard van mij was. Oh. Yeah. Robby, ik maak even een deurblokje hier midden. En dan kunnen we er overheen springen. Zo. Oké. Okay. Dan hoef je niet door die poort de hele tijd. Maar heb je het blokje erin gedaan? Ja. Je weet dat ze nou ook over het blokje naar over de hek ging. Ja, maar niet vanaf die afstand. Kijk maar. Oké, dan. Ik heb hem ongeveer midden gezet en je gewoon kan jumpen. Wauw. Ja, hoe mooi. Super. Oh. Kijk, Robby, ik ga ook een eieren chest maken. Een eieren chest vlakbij de kippen. Dan kunnen we die makkelijk erin dumpen, ja? Oké. Ik heb nou sowieso 10 diamond. Dan zijn we er 34 diamond. Dat is wel, gaat wel lekker zo, hè? Wel nou, heel geluk. Zeg je? In de grond maakt. En dan de vloer maakt van hoppers. Hé, hey, Nina. En daaronder zet je chesten. Hallo, en dan Hoi. Stop je er al die kippen in. Wat bedoel je? Nou, kijk, als je een vloer ja, van hoppers zet... Dan het kan. Dan... Maak jij het? Nee. Dat bedoel ik. Oké, ja. Roy, ik heb eigenlijk een verrassing voor je. Moet je nog niet komen. Oh, weg! Oh, Erik, kijk uit. Nice. Robby, weg. Verrassing, kom nog. Oh, mag ik niet kijken? Nee. Oké, sorry. Even wachten. Elke dag. La 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 la. Kom maar, Roy. Oké. Kom maar. En dan gaan we de video afsluiten als jij het hebt gezien. De verrassing die ik jou ga geven. Prachtig. Jouw gevangen visje heb ik ingeluisterd voor je. Maak je een foto? Ja, je staat op film nu. Oh, oké. Vind je het goed? Is dat beter? Is dat beter? Ja? Nee, dat niet meer. Ik weet wel dat je je naam even in moet doen. Met Kroelbeer. Dames en heren, ik bedank iedereen voor het kijken naar deze iets langere video dan jullie gewend zijn. We hebben heel veel dingen weer meegemaakt in deze absolute goede leuke video. Ik ga er even door, stiekem heel kort. Ook al neem ik stiekem niet op. En dan bedankt voor het kijken nogmaals. En kijk ook zeker op Roy Games om haar kant van het verhaal te bekijken. En zeker even op Sasha Channel. En die gaat vast nog zeker opnemen in de server ook. Nou, doei doei! Bye bye! Yoehoe. Yeah.